Before I go, Guy Sebastian. De draverijen in Emmeloord zijn dit seizoen allemaal afgelast. Natuurlijk allemaal vanwege het coronavirus. Deze zomer blijft het leeg op de grasbaan aan de sportlaan. Pikeur Hans Krebas die vertrok 12 jaar geleden vanuit Band naar Zweden om daar te koersen op hoog niveau. En dat komt nu wel goed, want in Zweden gaan de draverijen gewoon door in coronatijd, al is het dan zonder publiek. En we praten verder met Hans Krebas. Goedemiddag Hans. Goedemiddag. Ja, we gaan het even beschrijven hoe jij er nu bij staat. Twee paarden op de achtergrond. Waar sta je nu? Ik sta nu buiten bij mijn grote paddocks waar de paarden in lopen. Ik heb 20 paarden en dit zijn er 2 van. Die staan nog eventjes buiten. Dus ik ben bij mijn paddocks. Ja, het ziet er prachtig uit. In 2008 vertrok je naar Zweden. Ben je in deze tijd nou extra blij dat je daar zit? Ja, als je het zo bekijkt, dan wel. Maar goed, absoluut. Dat is, ik ben blij dat we mogen koersen hier in Zweden. Dus absoluut. Ja, want stel dat je nog in Band had gewoond, dan had je ermee te maken dat in Emmeloord alle wedstrijden deze zomer eruit liggen. Waarom kan het dan in Zweden eigenlijk wel? Ja, Zweden is gelijk vanaf het begin af aan heel vrij soepel geweest met alles eigenlijk. Ik bedoel, heel veel landen die kijken dan met de schuinoog naar ons toe. De scholen zijn nooit dichtgegaan. Nee. Wel de universiteiten, middelbare scholen wel. Maar de crèches en de basisscholen zijn gewoon open gebleven. Ja, heel veel. Ja, je merkt eigenlijk niet zo heel veel dat de corona is. Natuurlijk, heel veel mensen zonder werk, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En je merkt natuurlijk wel dat wat er aan de hand is. Maar zo in het uitgaansleven, of als je naar buiten gaat, je merkt er eigenlijk helemaal niks van. Je hoeft ook nergens rekening mee te houden met maatregelen? Of zijn er toch bepaalde voorschriften waar je aan moet houden? Ja, zeker. In mijn branche natuurlijk, als we gaan koersen, moeten we natuurlijk wel afstand van elkaar houden. En niet dat we met z'n allen elkaar gaan omhelzen, zeg maar. Je moet wel natuurlijk wel een beetje respect voor elkaar hebben. We merken er zo op de koersbaan niet zo heel veel af. Alleen we hebben natuurlijk geen publiek op de koersbanen. Dus dat is wel een beetje saai. Maar verder op het stalterrein, we houden afstand van elkaar. Maar als je op een paard zit, moet je dan ook 1,5 meter afstand van elkaar houden? Nou, we zitten op een karretje, dus op een sulky. Dus ik zit niet op het paard. Ik zit op een karretje, dus eventjes. Ja. We koersen natuurlijk in 50 kilometer per uur. En dat zit natuurlijk heel dicht bij elkaar. Maar goed, als het zo hard gaat, dan denk ik niet dat er een kans bestaat dat je elkaar besmet. En natuurlijk, als je kijkt, ook wij, als wij ziek zijn, dan mogen we natuurlijk. Daar zijn ze natuurlijk de Zweden wel hard in. Als je ziek bent, dan moet je gewoon thuis blijven. En de Zweden zijn over het algemeen een vrij gehoorzaam volk. Dus dan doen ze dat ook echt wel. Zo ziet het eruit voor ons. Ja, nou, jij bent natuurlijk geen Zweed. Vind je het moeilijker allemaal? Of ben je inmiddels een halve Zweed geworden? Ja, ik ben al een halve Zweed geworden. Ik bedoel, ik ben een halve Zweed geworden. We zitten al 12 jaar. Ik ben een van de. Ja, ik ben best wel Zweeds geworden nu. Ja. Nou, ik blijf een Nederlander en hart en nieren in Nederland natuurlijk, absoluut. Ik bedoel, als er voetbal is, dan ben je natuurlijk van Nederland en niet van Zweden. En dat zal altijd zo blijven. Ik zou nooit mijn nationaliteit veranderen in Zweeds. Ook al zou dat nu mogen na 5 jaar, ik mag dan Zweeds worden, maar dat geef ik nooit op. Nee. Zelfs je pet die je op hebt van je stal is oranje, dus dat zegt denk ik al genoeg. Absoluut. Hans, je wint eigenlijk koers naar koers. Dat doe je allemaal met Mary Ines Alki. Is het nou eigenlijk een voordeel dat er nu helemaal geen publiek rond de baan zit, dat je in alle rust die koers kan doen? Ik ben niet al mijn koersen met Ines Alki. Ik heb hier zeg maar 20 paarden. Die Mary heeft zeg maar 2 ervan gewonnen en heel veel geld verdiend. Maar ik heb 20 paarden in training. En dus er zijn veel meerdere zeg maar, die winnen en veel prijzen pakken. Dus dat is even terzijde. Maar het is heel saai. Normaal gesproken, als je een koers wint, dan heb je altijd publiek die staat te klappen. En zeggen, dat mis je helemaal. Je hebt geen interview na een koers. Een bosje bloemen. Het is best wel saai eigenlijk zo. Maar ze hebben het hier ook gezegd. Dit is werk. We zijn met ons werk bezig. En daarom mogen wij door blijven koersen. Want natuurlijk, we zijn met een sport. Maar aan de andere kant, het is ook werk voor ons. Het is natuurlijk, wij moeten er rond van komen van onze sport. En daarom is het nog steeds aan de gang. Maar het klinkt ook een beetje alsof het eigenlijk niet zo leuk is als anders.
Nee, absoluut. Ik bedoel, wat ik zeg, als je wint en er zijn mensen langs de kant aan te moedigen, dat doe je het voor. En natuurlijk, we hebben genoeg op Facebook en op internet. Iedereen kan het volgen, dus je krijgt genoeg sms'jes en alles als het goed gaat. Dus dat, maar je wilt natuurlijk wel van het publiek langs de kant daar. Ja. Want ik reed laatst op een hele grote koers in Stockholm. Een hele grote koers met €20.000 voor de winnaar, waar normaal gesproken heel veel publiek op afkomt. Ja, dat was gewoon helemaal leeg. Dat is wel een hele rare gewaarwording. Ja, dat staat we koersen natuurlijk. Sorry? Nee, ja, ik wou zeggen, dat staat ons misschien ook wel te wachten hier natuurlijk. Want dat heb je vast wel gehoord. Hè? Deze zomer dus al die draverijen afgelast. De organisatie in Emmeloord denkt er nog wel over na om in september een wedstrijd zonder publiek te houden. Dus dan krijg je een beetje te maken met zoals jullie dat ook doen. Heb je dan nog speciale tips voor de mensen hier? Om de koers door te laten gaan? Ja, en toch een beetje leuk te houden. Ja, je bedoelt ja, gewoon, dat is moeilijk. Je bedoelt om toch te koersen, om het leuk te houden? Of ja. Hoe bedoel je dat? Sorry. Nou ja, hoe je dan ja, toch maar, een beetje een leuke wedstrijd, leuk evenement kan houden, maar zonder publiek. Ja, dat wordt moeilijk. Ik bedoel, dat is gewoon moeilijk. Vooral Emmeloord is natuurlijk een prachtige baan. De mooiste grasbaan van Nederland. En dat je dan, dat hoort gewoon publiek bij. Dus sowieso voor alle graskoersen is het gewoon heel... Ja, dat is echt publiekbanen zijn dat. En als het dan wegvalt, is het gewoon moeilijk om dan nog een leuke koers te houden op met publiek of zonder publiek. Maar goed, de trainers en de piqueurs willen natuurlijk absoluut koersen, ook zonder publiek. Maar echt leuk wordt het niet, omdat het publiek is natuurlijk wel heel leuk dicht bij de baan. Ja, welke klap krijgt deze tak van paardensport nou in Nederland, denk jij, in deze coronatijd? Ja, grote klap denk ik. Ik bedoel, de trainers die leven natuurlijk van het pensioen van de eigenaren die de paarden in training hebben gezet. En dan als bonusje komt dan zeg maar die dat prijzengeld. Ze krijgen natuurlijk een x-aantal procent voor het prijzengeld. En als dat dan ook wegvalt, dan wordt het heel moeilijk. En vooral aan die eigenaar, hoe lang houden ze het vol? Ik bedoel, als jij een paard nu al 2 maanden in training hebt om te trainen, om te koersen en het wordt nooit gekoerst, hoe lang houdt die eigenaar het vol? Het zijn ook vaak gewoon mensen met een normale baan. En als dan het extraatje van het prijzengeld dan wegvalt, dan dat is natuurlijk niet leuk. Dus hoe lang houden mensen het vol? Dus ik hoop dat iedereen het gewoon nog goed vol kan houden en dat er versnel gekoers wordt zonder publiek eerst in Nederland. En dan dat daarna hopelijk na de corona of ja, hoe lang het ook gaat duren, dat er dan weer gewoon met mensen naar de banen komen. Wanneer is jouw volgende koers? Zondag. Zondag moet ik 2 uurtjes rijden. Goed. We wensen je heel veel succes. Toi, toi, toi. We zullen voor je duimen. Dankjewel, Hans Kras vanuit Zweden. Super, leuk om mee te zijn. Dag. Ja. Doeg.